De burgemeester van Tarifa. Living the moment. Oh, dat is een goede tekst, hè? Oké, een nieuw kitevlogje. Nou, niet een kitevlogje, het is meer een mini-roadtripje, toch? Ja, we willen je eigenlijk een beetje de vibe van Tarifa laten proeven. En daarvoor gaan we even terug in de tijd. Terug in de tijd. Want ik zag nog hele leuke beelden van april 2019. Zo. Dus dat is even geleden. Sinds 2017 komen we al heel graag in Tarifa. En inmiddels kennen we daar ook bekende mensen. En we willen je gewoon een beetje meenemen. Ja, exact. Ja. Wil gewoon de Tarifa vibes met jullie delen. We hebben natuurlijk ook kitebeelden. Maar even voor het kader, zeg maar. Het was april 2019. We hadden net 4 maanden ons Malacca Beach House. Ja. En ja, de grote boekingen zaten er al aan te komen. Ja. Het was eigenlijk een test. We hadden het huis voor 2 weken verhuurd. Ja. Wij dachten, oké, dan gaan wij 2 weken op pad met de camper. Ja. Gaan we naar Tarifa. Zijn we nog een beetje in de buurt. Ja. Eens kijken hoe dat gaat op afstand. Nou, daar op locatie afstand gewerkt. Ja. En mensen ontmoet. Dus dat gaan we delen. En het begon allemaal hier in de straat met oma. Want we hebben oma van de straat. Ja. Oma is heel aardig en leuk en grappig. En daar beginnen we nu even mee. Yo tengo, me parece la maceta que tengo como esta. Como esta? Sí, me parece. Ah, sí. Está más fea, porque está como yo, más bien. Dit is weer een Andalusische test. Die van haar is alleen oud. Ja. Net zo oud als haar. Dat zei ze zelf. Ja, dat was wel, ze had wel zelfspot. Ik dacht, hè, maak ze nou een grap? Maar oma maakt een grap. Dat is ook wel leuk. Ja, oma is ook grappig. Ja. Oma is lief, oma is grappig. Ja. Ja, dat is leuk. De oma van de straat. Ja. Maar wij zitten nog even aan koffie. Dus ik zeg proost. Ja. Want we gaan straks op een roadtrip. Ja, oprotten hier zo. Oeps, we moeten opzouten. Ja, want, we worden uit huis gekikt. Ja, we krijgen eerst, dat is wel leuk hè? Ja. We krijgen nu voor teambuilding een bedrijf die in ons huis komt. 5, 6 mensen. Die gaan werken. Werken. Zo dicht bij het strand. En met, die gaan dat niet. Het is een Nederlands bedrijf. En daarna een weekje weer een familie in het huis. Oh ja. Dus we zijn 2 weken moeten we sowieso weg. En dat vinden we ook niet erg. Nee, we willen naar Tarifa. Nee, we willen naar Tarifa. Dus we hebben net alle spullen al in de camper geladen. Nu even koffie drinken en dan nog de laatste dingetjes regelen. Goed, we hebben dus de goedkeuring van oma. Grapje achter onze kiezen. We kunnen naar Tarifa. Ja, hier staat ook al een beetje wind. Maar we gaan nu naar Tarifa. Weer heerlijk thuiskomen in Tarifa, vond zo, je niet? Zo voelt het voor ons. Ja. Het is gewoon ons tweede huis, Tarifa. Ja. Heerlijk. En wat is jullie eerste indruk als jullie dit zo zien? En nou ja, de natuur, weet je, het is zo fantastisch mooi. En daarom vinden we het ook altijd fijn om gewoon lekker vroeg op te staan. Ja, we stonden toen de tijd om 6 uur op. Ja. Iedere ochtend. Ja. Het was nog donker en dan gingen we uit voor een workout al. Ja. En daarna gingen we meestal, afhankelijk van de wind. Als er geen wind was, dan gingen we wat ondernemen. Ja. Gingen we gewoon op afstand werken, vanuit de camper of vanuit het cafeetje. En als er wel wind stond, dan gingen we natuurlijk kiten. Dan gingen we kiten, ja. En nou ja, op die ochtend stond er even geen wind. Dus we zijn naar een tentje gegaan en dat was wel heel erg leuk. Een spontane ontmoeting met
de burgemeester van Tarifa. De burgemeester. Hij woont er al zo lang, wij noemen hem de burgemeester van Tarifa. Ja. En hij had goede tekst. Hey, even onze werkplek verlaten. Ja. We gaan even een koffietje drinken. En naar een andere werkplek. En een nieuwe werkplek. Ja. Het is echt waanzinnig hier. Ja, het blijft paradijs gewoon. Niet te geloven. Het is echt. Zee, ook zo blauw, joh. Ja, ik ook. Ik vind het ook zo mooi dat je. Ik ging echt wat dichter naar de zee toen, dan zie je zo die golven zo. En daar kun je echt uren naar kijken. Zie je zo? Dit plekje? Ja, leuk, hè? Goed uit, hè? Ziet er goed uit. Ruikt lekker. Als eerste koffietje in Tarifa. Oh, ja. Nee, tweede. Tweede. Gisteren. Zo, die ziet er ook mooi uit. Leuk plekje. Heel leuk. Het is wel een beetje van de straat kan. Ja. Maakt niet uit. Het zonnetje maakt veel goed. Ja, de zon is hier. En eigenlijk aan de zeekant. Niet. Ja, daar heb je geen tentje met zon. Nee, nu nog niet. Nu nog niet. Straks pas. Ja, Philip, de burgemeester van Tarifa. Living the moment. Oh, ja, dat is een goede tekst, hè? Dat is een goede tekst. Maar zo pet. En Philip doet het ook. Ja, Philip al jaren. Ja. Ja, want hoe lang leef je nu in Tarifa? 5 jaar. 5 jaar. Living the life, ja. Ik ga voor 10. Ik ga voor 10, heel goed. En dan verhuis ik. Oh, waar ga je naartoe? Heb je er al iets voor... Ik volg de zon. En? Oh, dan blijft hij. Alleen zon of ook de wind? Mooie vrouwen. Oh, het gaat nou de verkeerde kant op. Okay. Ik zet hem uit. Hoe doe je dat met snowboarden? Je moet zorgen. Als jij 8 meter in de lucht zit met snowboarden. Ja. En je komt naar beneden met een hartstikke harde vaart. Dat is berekenen. En net op het moment dat jij zo landt, je gaat echt in die helling mee. Ja. Is dat geen enkel probleem, is dat perfect. Ja. Vanaf het moment dat je net een hellingshoek iets verkeerd hebt, ja, dan heb je al prijs. En hoe meer je verkeerd is, zoveel zwaarder de impact. Ja. Zo is nou, het. Stijn, we hebben een nieuwe instructeur erbij. Ja. Snowboard instructeur voor volgend jaar. Dus het springt 8 meter in de halflijn. Heb ik ooit gedaan. Ja, Philip, vertel, hè. Wat was het? 2003. Moet je al die littekens zien, hoe mooi. Zo. Oh, ja? Zo, hij gaat bloot hoor, voor jullie. Mooi. Wow. Dat komt ervan als je tot het uiterste gaat. Ja. Het komt niet vanzelf. Echt extreme dus. Living on the edge. Bam. Ja, hij smijt hier met motto's. Hij is goed hoor. Ja. Ik zeg, nou, het is wel goed, het is wel nodig om jezelf dus uit te dagen. Ook in het snowboarden. Ik vond het wel een goede tip wat je net zei. Ook om naar voren te hangen, want dat was voor mij een probleem. Hoe je 8 meter springt. Ja, 8 meter kan springen in je land. Nee, daarvoor eigenlijk ook over durven naar voren hangen. Want het probleem met kitesurfen is dat je op je achterste been hangt. Ja. Dus met snowboarden moet je juist naar voren. Dat is een paniekreactie, hè? Maar wat de goede is, dat is een logische paniekreactie. Omdat het berg gaat schuin. En jij ziet dat. En jij is van, oh, lichaam. Paniekreactie is ook... Met kuiten, je hebt het wel gemerkt. Ja, hier is het net van, dat is het dal, handje naar voren. Ja. En ook hoe stijl die piste nog is, je kunt hier helemaal zo naar beneden gaan. Ja. Je kunt heel die piste gebruiken, de breedte. Ja. Dus je moet niet recht naar beneden, hè? Niemand zegt dat je recht naar beneden moet. Hè? Nee, snap je? Dat is gewoon een beetje logisch nadenken. Ja. Dat is alles. Dat is met alles. Dat is al met alles in het leven. Ja. Logisch nadenken. Ja, logisch nadenken en een goede instructeur hebben. Oh, ja. Ja, anders kom je niet aan die tips. Ja, nee, dat is waar. Heel belangrijk. Ja.
vind ik ook altijd zo leuk aan Tarifa. En heel typisch, dat 's avonds gaat iedereen altijd op de boulevard skateboarden. Of, ja, maar alle mensen zijn ook gewoon heel sportief. Ja. De kinderen, de ouders, iedereen is sportief. Dat vinden we gewoon heerlijk. Nou, wil jij het zijn? Ja. Lijkt wel leuk om te doen, hoor. Dat is de manier. En is lekker. Ja. Ja, je had het niet door, hè, dat ik jou aan het filmen was. Ik had het niet door. Ja, maar ik wilde gewoon eventjes laten zien van, ja, weet je, het is zo tof. Met je camper in Tarifa kun je gewoon altijd aan het strand staan. Nou ja, meestal dan. Hè. Nou, meestal. Wij weten altijd wel een plekje te vinden. Ja. 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 Ja, het is gewoon waanzinnig. Sta je gewoon in eerste lijn, sta je daar met je camper. Ja. En altijd leuk, kom altijd mensen langs, even een praatje maken. Ja, echt. Ja. Echt cool. Nou, kun je toekijken hoe het met de wind gaat. Oh, ik dacht dat je een foto aan het maken was. Ja, oh, nee, zoals een video. Je ziet hoe ik aan het smakken ben. Oh, ja. Dat uitzicht, hè? Ja, toch? Hi, how are you? Hi, I have a test back from Morocco. Ja, ja, ja. And you have a fine. Ja, ja. Oké, nou, nu is het dus tijd voor het kijkstuk. Actie. Ja, het stond niet heel veel wind, maar de drone kon wel in de lucht. Ja, en we waren blij met onze 15 meter kite. Flysurfer, dus ik was de pilot. Ja. Jij mocht lekker varen met de flysurfer. Ik ben benieuwd naar de beelden. Ik kan me niet meer herinneren. Nou, eigenlijk daaraan kun je zien, wij noemen het altijd, Tarifa is een paradijs. Nou ja, beoordeel zelf bij het kijken naar deze beelden. Hey, even lucht inblazen. Kom maar wind, kom maar. Kom maar. Zo, ik was het echt vergeten, die beelden. Maar heerlijk. En ook gewoon helemaal alleen op het water. Hè? Ja, echt fantastisch. Nou ja, natuurlijk mocht Nicole ook nog even. Dus hier is Nicole. Dat was het kite Tarifa vibe vlogje. Roadtripje. Ja. En, nou ja, hoe lang zijn wij geweest daar? 3 weken? Uiteindelijk 3 weken. Want we kregen na die 2 weken nog een extra boeking erbij. Oh ja, mocht verlengd blijven. Verlengd blijven. Dus, en het is wel heel leuk. We hebben toen ook een pro-kiter ontmoet. Maarten Hager. Ja. En heel toevallig, nou ja, we hebben ook wat oudere mannen ontmoet die aan het birden waren. Birden? En toen wilde jij even birden. Ja, vogelspotten. Oh, vogelspotten. Ja. Nou goed, we hebben nog veel meer beelden en leuke dingen om te delen. Maar laat eventjes weten onder de video of jullie nog meer van deze roadtrip willen zien van, nou ja, inmiddels meer dan 1 jaar geleden. Ja. Maar je zag het ook aan het kitesurfen, hè? Ons niveau was nog veel lager dan nu. Ja. Want toen was de eerste keer dat we Maarten Hager ontmoetten. Ja. En hij heeft het wereldrecord hoogspringen met kitesurfen. Ja. Hè? 34,8 meter. 34,8, ja. Maar afgelopen dinsdag
2020, juni 2020, kwamen we hem weer tegen. Ja. En waren wij op dezelfde spot met hem aan het kitesurfen. Ja. En waren we ook aan het jumpen. Ja, dus dat is wel cool, dat we in één jaar echt wel ons niveau een stuk omhoog zetten. Ja, en nu is het wel progressie. Ja. Dus ja. Ik zeg niet dat we 34 meter springen. Ja. Het record is 14 meter. Maar... Ja. Ja, we komen er naartoe. Dus ja. Nou goed, bedankt in ieder geval voor het kijken naar deze video. En geef je like als je het leuk vindt. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op ons kanaal. Om meer eigenlijk van het kitesurfen te zien. Maar ook over online ondernemen. Ja. En investeren in vastgoed. Ja. Dus. Alles voor vrijheid. Zo is dat. Oké. Okay. Hey, ciao.